Ja, want het moet natuurlijk niet bewegen, Bart. Het moet niet dit doen. Nee, dan is het. Dan krijg je afwijkingen. Ja, het gaat altijd naar beneden. Dit drukt niet samen. Nee. Ja. En nou kun je mooi draaien aan allebei de kanten. Ja. Op wieltjes. Nu even niet voor. Nee, hij begrijpt. Wat is dit iets aan het broddelen? Heb je dat allemaal zelf thuis bedacht? Ja. Goed bedacht. Het moet als een geleider dienen, dit. Het rondmaken van de wentelas. De wentelas wordt bijna volledig rond, behalve bij de voor- en achterzijde. Die houden we vierkant, omdat die dan makkelijk te stroppen is. En in het, zo'n beetje in het midden komt nog een vierkant stuk om het wentelwiel vast te houden. We hebben hem opgesteld op rolletjes. Eerst twee walpennen eraan gehakt. Een stukje PVC eromheen gemaakt dat het gladder is. En dan draait hij op twee wieltjes. Je kunt aan de onderkant zien, ik heb er een soort kruiratje op gemaakt. Om rond te kunnen draaien. Toen hebben we aan weerszijde een bok gesteld. Exact op hoogte. En daar heb de cirkelzaag vastgemaakt. Dus die verschuif ik nu elke keer 7 centimeter. Om, later hak ik dat hout dus weg. Dan komen er ook nog twee lagervlakken aan. Die zitten iets verdiep en die ga ik echt volledig zagen. Dus om de 5 mm, zodat je een mooi rond vlak krijgt. Ik zal hem even opstellen. Ik heb hier de mal ook liggen. Van de wentelas, die heb ik er even naast gelegd. Ik heb natuurlijk op de wentelas zelf ook afgeschreven wat vierkant moet blijven. Want dat gaat zo lekker, dat zagen. Voor je het weet zit je in het vierkant dus nu. Gaat hier de rondte. De wentelas. En hier zie je de maat van de stampers. Waar de stampers komen. Die zie je hier. En dat is precies. Komt het wentelaswiel. Dan werd hij enorm merk bepaald, volgens mij. Dat hij heel lang plat zo heeft gelegen. Dan leek het net alsof het vocht dan toch naar onder zakt. Want één kant is veel zwaarder. Ja, dat kan. Dat kan natuurlijk, ja. Ja, dan klap je de rest zo weg.
Ja, dit vierkant bad laat je zitten voor het strop, hè? Dit. Ja, voor en achterin laat ik vierkant. Dat laat je vierkant? Dan draai ik hem helemaal rond. Dan maak ik ze ook vaak achtkantig. Of nou ja, de huidige assen die bestaan. Maar ja, op al die antieke tekeningen, die historische plaatjes, zijn ze allemaal rond. Dat lijkt me ook logisch. Want dan kan je natuurlijk die nokken van die wintelas, die vuisten, kan je veel makkelijker in maken. Dus als je natuurlijk een achtkantig vlak hebt, dan zit je altijd te kloppen. Dus straks draai ik dit heel precies af, hè, want de rest schaven we gewoon glad. Ja. Rond. En deze stukjes, hier komen de lagers in. De schenen worden nu gemaakt al. Die draai ik dan straks precies af. En dan ook weer met zo'n statiefje vrees ik die schenen gaat erin. Okay, dus hier komt gestropt, dit wordt gestropt? Ja, dat zijn. Nou, wordt nog een stukje afgezaagd. En dit zijn de stampers, ja, de mal. De mal van de stampers. En hier komt het hier te zitten. Wat ben je aan het doen? Ja, ik heb de spaken afgeschreven. Kijk, die spaken, er zitten 3 spaken per stamper. Dus er zit op 1/3, precies verdeeld. En het zijn 9 stampers, dus 27 spaken totaal. Dus heb ik, zeg maar, de diameter verdeeld in 27 partjes. Kijk, kan je hier zien. Oh, hier. Een soort schijf erop gemaakt, zie je? Ja. Partjes. En het enige wat ik nu hoef te doen, is zeg maar, ik verdraai elke keer die as een stukje. Kijk, dus nu ga ik naar, want ik heb op je gewacht. Nu zit ik op 15. Even kijken of ik die al gedaan heb. Ja. Dan ga ik naar 16. Kijk, 16. Zit ik hem op 16? Kijk ik. 16. Nou, die zit op stampen 5. Ja. Dan ga ik naar stampen 5. Hier. Ik heb eerst met een plankje met 2 kraspennen erin, zeg maar, alle, zeg maar, in de cirkel afgeschreven waar de stampers komen. Zie je, dat kan je niet zien, denk ik. Je ziet hier al die kraslijnen. Ja, ja. Dus nu stampen 5, normaal. Doe ik even 10 tegenaan. Dat ik hem toch ook naar beneden kan halen. Zo. Schrijf ik hem af. Dan zicht het over mijn draad. Kijk, vroeger deden ze het met wijzers. Ja. Ja, dan waren ze natuurlijk in de prut bezig. En nu heb ik natuurlijk hartstikke vaste maat omdat het zo mooi lukt. Dus dit is 16. Dan ga ik verdraai ik hem weer een stukje. Ja. 1/27 deel, zeg maar. Naar 17. Naar 17. Nou, even kijken. Kijk, 17 zit bij stampen 3. Dus dan ga ik naar stampen 3. Kijk, want de bedoeling is dat die. Je kan natuurlijk zorgen dat die gewoon op volgorde de stampers allemaal pakt. Maar dan breng je heel veel torsie in die. In die wentelas. Dus ik denk dat ze daarom zorgen dat hij dan daar stampert, dan hier stampert. Ja, dat je dus niet een enorme druk aan de fundering krijgt als je natuurlijk op lijn gaat rammen, maar ook zeg maar de torsie in die ballen. Ja. En ze zitten natuurlijk ook vrij ver uit elkaar gedraaid. Dat je ze op volgorde gaat zetten, je wil natuurlijk niet dat die gaten heel dicht bij elkaar zitten, want dan heb je ook kans dat die gaat scheuren. Ja. Vandaar dat het zeg maar gedraaid zit. Kijk, nummer 3 zit hier. Dat is deze. En hier ligt de maatlat. De hak van de stampers. Dat zie je hier. Je hebt hem inderdaad helemaal op zijn nummer gelegd. Hier het hart. Ja. Ja, dan zit er aan één zijde zit er een wiggetje in om die wig, om dat ding op te sluiten. Dus dat heb ik gelijk bijgetekend. Dit is de breedte van de. Ja, dan kom je hier te lopen. En hier de lage vlakken.
En hier vandaan is hij vierkant, zodat je hem weer makkelijk kan stroppen. En hier is hij ook vierkant. Ik zie de wintel. Oh ja, hier komt ook een strop omheen? Nee, hier zit het wintelwiel. Oh, het wintelwiel. Ja, en daar aan het eind is je kusje. Ja. Ja, dan moet het goed komen. Moet goed komen. Hier zit er heen. Kijk, die meisje leren eigenlijk gewoon een loodlijn, hè? Ja. Maar als ik met mijn waterpassie elke keer dat moet doen, dan wacht ik hem even weinig aan de draad. Kijk, ik had wat met de schaduw kunnen doen van de draad. Type 17. Ja, ja toch? 17. Even kijken waar die staat. Oh, 18 heb ik al gehad. 18 heb je gehad. Stamper 1. Ja. Controleer even. Ja, dat is los. Ja, 19. Maar die heb ik ook al gehad, dus ik ben klaar. Ik had er 2 voor je draad. Hier staan allemaal cirkels op. Ja, ze zijn allemaal gedaan. Ja. Dit is precies zoals ze het eigenlijk in dat molenboek ook beschrijft. Alleen doen ze daar dus 2 linealen op, dat je er doorheen kan zichten. Ja. Ja, deze draait zo perfect. Zeg maar op hoogte en blind, dat hoeft niet. 10. Zeg maar een soort paardrijzadel. Ja. Dan kan ik straks mijn kin aan steken zo. En dan kun je. Kijk, die gaten steken. Nou krijgt hij ze niet. Wat ik eigenlijk vrees. Nou krijgt hij ze alleen niet diep genoeg. Dus dan hak ik het met de hand nog even dieper. Maar... Ja. Dan hoef ik alleen maar natuurlijk hier niet elastiek te schuiven. Ja. Doordat ik het bandje aantrek. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat het mooi in lijn gaat. En daarom heb ik hier dat bandje eromheen. Als ik die zo aanratel, dan trekt hij hem precies perfect in lijn. Ja. Mooi. Dit is de winterlas. Ja. Oh, hier zie je een winterlas en hier zie je allemaal stampers, zie je dat? Ja. Moet ik even kijken wat het plaatje is met die... Ik dacht dat het in dit boek zit. Ja? Kijk, ze zijn allebei bezig met de schenen toevallig hier. Ja. En het is natuurlijk zo leuk dat, dat ze allebei in die kledij zijn uit die tijd. Dat is precies waar Bart ook mee bezig is. En, oh, ja, heb je die verdeling kijk, ook? Nou, hier heb je inderdaad de verdeling. Kijk, het is precies hetzelfde. Zij doen ook 2 schijven. Aan elke kant een eigenlijk zo'n wijzerplaat hier. Dus aan ja, die kant staat dat ook. Ja. En dan verbind je dat en dan spannen ze er een draad overheen. Kijk, en dan kun je die... daar zit een draad tussen. En, kun je zo je stampers afschrijven? Precies wat we net gezien hebben. In principe staan hier, dit is de maatvoering. Ja. Ja. En hier staan de mannetjes aan het werk. Juist, ja. Mooi hè? Zie je? Dus ze deden vroeger niet anders. Ja. Uit het volkomen molenboek. Klopt, kijk en hier heb je een doorsnede van, dat is de pensteen. Dat is zijn hier. Ja, en dat is de alsteen hier. Ja. Hier ook doorsnede van. En ze tekenen leuke dingen. Dit is een keerhaak hier, om zo'n as te keren. Net als bij Tim zie je dat op het jonge schaap. En hier heb je een houten dommekracht. Zie je? Ja. Kijk, hier. Dan vind ik dat niet mooi. Hallo? Nou, kijk... Eén kant schuin, 2 kanten eigenlijk schuin gestoken. En dan kom ik, dit is een proefvuist, zeg maar. Er komt een happie in, zo. Ja. Schuin. Oh, zo. Zo, schuin. En dan schuif je hem er zo in. Ja. En dan sla ik hier een wig in. Een wig. Dan wicht hij hem. Precies. Klem, dat hij ja, niet... Ja, ken je nooit nergens meer heen. Maar daar zat ik gisteren te bedenken. Dat als die as krimpt, ik heb dat even uitgerekend, zeg maar, je kunt best rekenen dat deze balk 2 centimeter kleiner wordt. Ja. Maar in omtrek is dat 6 centimeter. Zo. En wat gebeurt er dan als je deze vuist de klempas erin maakt? Zo'n gat wordt 3 millimeter kleiner. Dus als die, en dit is vrij droog hout. Ja. Dus dan scheurt die door die vuisten. Dus ik denk, ja, is het slim om dit heel precies vast te maken? Of... Ja, zoveel mogelijk opwiggen. Hè? Ja, nee, maar als je hem opwicht, dan drijf je dus eigenlijk die balk uit elkaar. Splijt je uit elkaar. Ja, ja, ja.
Dus. Ook aan de kopse kant, hè? Nee. Ook aan de kopse kant, hè? Nee, de kopse kant niet, want in de lengte werkt het niet. Je precies, daar kan je goed opgewicht worden. Maar de vraag is of je dit heel precies pas moet maken, of dat je juist moet zeggen van nou, je maakt hem heel precies pas als je die vuisten ooit vervangt voor beukenhouten versies. Ja. Dat is de theorie, hè. Je gaat nu eigenlijk eens beukenhout mooier, want dat is gladder. Ja. Maar dat maak je er niet in bij nieuw, want door het vocht in die balk rot het. Verdeling. En dit heb je gewoon overgenomen van het groot voorkomen molenboek. Deze verdeling. Ja, het grappige is dat op die tekening, in die 18e-eeuwse tekening, zie je dus ook die verdeling. Ja. Ja, in het aanzicht. Maar ik denk, ah, ze hebben willekeurig dat gedaan. Maar als je nu dus hier met een trapje, heb ik gisteren gekeken en dan klopt het dus. Maar het is gewoon standaard hoor. Ja. Maar wat ik denk. Want ze proberen dus die gaten. Dus het opvolgende gat, dat zo ver mogelijk erbij vandaan zat. Dus ja, daar is ja. Deze zit hier en deze zit zowat in het midden tussen die en die in. Ja. Maar het verspringt wel iets, omdat het geen je kan het niet exact verdelen. Zeg. Nee. Zit dan weer een treetje verschillend ten op. Ja, die zit ook weer verschillend van de draad ook. Dus hij maar pakt wat ik nooit met. Hij pakt nooit twee heien tegelijk met de stampers. Hier komt het erop. Staat erop. Hier zit het lager. En hier zit een spaak. En daar zit er eentje. En hier zit er eentje. En dat gaat zo door. Hier zit het wentelwiel. Dat is zo'n apparaat. Er is paal nou mee bezig om te maken. Wordt ietsje kleiner dan die. Kijk nou, hoe groot dat is. Hè. En die komt hier omheen. Het wentelwiel. Negen stampers. Dus dat betekent 27 spaken. Iedere stamp krijgt er drie. Dus die wordt drie keer omhoog getild. Nou, die verdeling hebben we op de tekening gezien. Dit is de wintelaars. Dat is de spaak. En dat is de stamper. Die je mee moet nemen. En dan kan je hier zien precies hoe die hem ligt. Hoe ver. Je zit hier natuurlijk wel geblokkeerd. Ja, je hebt een eenparige schuimte. Dus hij kan er ook, je borgt die wig aan de spaak. Ja. En dan is het gewoon een evenwijdige lijn. Doordat je het vastspijkert. Ja. Daardoor kan je zo eruit trekken. Oké. Okay. Dat kan alleen dit systeem. Als je het als je er een zwaarwoestaart van maakt. Ja, precies. Als je het zo zou maken en dan een wig erin maakt die je vastspijkert hier aan, dan zit hij wel vast. Ja. Maar nu doe ik het zoals het gebruikelijk is hier, maar het is een beetje lastig te maken, want je moet inwendig moet je een gat hakken. Ja. Maar zo is het een beetje algemener. Dus dan schuif je hem op en dan slijt je hem. Ja, dan slaat hij. Ja. Dan zit hij echt in. Ja. Maar dat is, wordt hij opgesloten? Lastig. Ja. Nou ja, maar Bart, je hebt toch niets beters te doen? Nee. Hè? Nou, als verveel je ook maar. Nou. Zo moet het worden. Ja. Nee, zo staat het ook in het molenboek. Ja. Kijk, en hier zou je misschien. Hier zie je. In die schuine borst zie je natuurlijk dat als je hem zijwaarts aanwiegt, dan trekt hij zichzelf strak naar beneden. Ja. En dan heb je die nummertjes die jij gedaan hebt. Nu ben ik hier een beetje aan het uitvogelen hoe die afronding wordt van die spaak. Ja. Zeg maar, en de valhoogte moeten we natuurlijk vaststellen. Want dat is, ja, dat is eigenlijk niet zoveel van bekend. Hè, want het scheelt nogal dat ding natuurlijk. Hoe hoog die valt. Ik heb dit een beetje schuin gemaakt. Ja. Als je het zo draait, dat is natuurlijk dit kost de meeste. Dit geeft natuurlijk de meeste belasting op die wintelas. Ja. En op die spaak. En het scheelt natuurlijk enorm of je hem
zeg maar, of, die, of je hem hier pakt als eerste, zo ponk, of dat hij hem hier pakt. Ja. Het is natuurlijk kracht maal arm, en hier die arm is gelijk een heel eind korter, dus je moet, mijn theorie hoor, dat als hij begint, ponk, dat je hem hier die aanzet geeft, en dat hij hem dan omhoog wrijft, zeg maar. Ja. En dan denk ik dat dit nog schuiner moet. Want die vorm dus, kijk, die vorm, zo zou het eigenlijk nog idealer zijn. Dat je hem gelijk zo afschuimt. Want hij moet natuurlijk dan langs vallen. Ja. Snap je dat hij niet... Nee, precies. Dat hij... Maar goed, de as draait natuurlijk ook verder. Maar... Ja. Ja, wat zo zie... Valhoogte is... is moeilijk te beredeneren, want die kan je niet uit die tekening halen. Het staat dus niet in tekst, staat alleen van oliemolens, hoe hoog ze vallen moeten. Maar ja, dat is natuurlijk zo'n stampenpot en een heel ander product. He, want normaal de hei, die valt helemaal, die heeft nog een hogere valhoogte, omdat je natuurlijk die wig erin slaat. Ja. Hij moet natuurlijk helemaal op het diepste punt moet die nog. Dus die heeft een wisselende valhoogte, zeg maar. En in zo'n stampenpot, ja, dat is natuurlijk een heel ander product. Ontzettend lastig, hè, omdat het inwendig is. Ja, precies. Hé, hey Bart, en je gaat die spaken er niet in zetten? Nee, pas daar, hè, anders past die, kan hij niet binnen. Anders kan hij niet naar binnen. Nee. Dus die spaken komen er pas later in, als ze naar binnen gaan zitten. Ja. Hier zie je hoe het moet. Hij er zo in. Oh, je hebt een malletje gemaakt. Ja. He. Dan hoef je niet elke keer dat zware ding erin te stoppen. Dat zijn meten natuurlijk. Nou, dan kan je het niet meer zien. Dat is last. Ja, je kunt het precies meer zien. En doordat het schuin is, doe je hem als je hem erin timmert, trekt hij ook naar beneden aan. Precies. Dat is hier gewoon hoofdwerk. 27 van die dingen in de hakken. Waar heb je het afgetekend? Oh, daar! Dat is precies het hart. Ja, ik heb het eerst op een uitslag getekend. Dus ja. Ik hoef nu alleen maar met mijn passertje een rondje te maken. Ja. Hey, mooi hè, Bart? Nee. Weer een malletje. Dit is een supermal hoor. Wat een mooie drop zo, die mal. Met een buikband. Met een buikband? Oh, gaat die eronder door? Ja, ik zie het. Ja, hieronder gaat een bandje. Ja, heb ik hier mijn verdeling. Dan hoef ik alleen maar... Oh, de schroef los eruit. Voor de zekerheid. Felix! Ja, want hier komt de wendelaars, of de... Dit zijn de lagen. Het lager. Dus dan krijg je een dammetje, een scheen, dammetje. Ja.
Ja, dat heb ik eerst even een uitslag. Zo moet het dan worden. Wat zijn die schenen dik, hè? Ja. Hoeveel centimeter is dat? 2? Ja. Je kan ze natuurlijk ook, als het slijt, kan je ze natuurlijk eventueel... opvullen, ronden. Ja. En wat? Ze steken ook nog een stukje uit. Ja. Ja, wat doet dik zijn ze, Bart? 3. Dat moet de winterlas worden zo. Dan heb je de winterlas wiel. En hier is het kalf waar de koningspil op komt te zitten. Hier. Ja, daar komt de spil op. Ja. Ja, wat een windelas, hè? Wat een maat. Ja, het is een behoorlijke balk, hoor, dit. Ja. Ja, want wat zal hij wegen? Tonnetje of 2? Ja, zoiets. En je ziet het gedeelte... Dit is een dam. Ja. En dat is ijzer, zie je? Ja. Ijzer, hout. Ja. Zo zit het om en om. Ja. Maar ook, en die ziet er dan prachtig uit. Dat laag. Ja, je moest hem helemaal nu doen met de hand verder uithakken hier al. Ja. Oh, dat is dat balletje voor de schenen. Ja, voor de diepte. Ja, laatste. De laatste, ja. Dat is een strop waarmee de schenen vast worden gezet. Die van de koperslagers. Mooie lijnolie. Tegen de schenen. Die ijzer. Die wat die is nog niet. Dat je in de lijnolie gezet, ziet het er goed uit. En dan kunnen de schenen het hier zien. Dan hebben we de stroppen. Die om de schenen heen moeten. En er zit er eentje bij, die is antiek. Dat is deze. Die komt uit de koperslager en daar hebben ze hem van nagemaakt. Dus er zijn er 3 nieuw gemaakt en 1 origineel. Je ziet de bouwkop zien, hier ook, die originele. Mooi. Wat bij gemaakt om aan te draaien. Aan te draaien, ze hebben die koppen. Ze hebben die kop ook hetzelfde gemaakt. Verse olie. In de lachen zit ik. Ja, blanke lak, glitza. Glitza. Kijk man, dat is net een messenheft. Oh hè? Ja, ik zit toch even in de olie. Want, tuurlijk. Anders roest het al voordat het klaar is.
Nou, de banden gaan erom. Nou, de spenen zitten vast. De as is klaar voor transport. Mooi gemaakt, hè? Ik dacht dat je de rest van die afdeling niet. Zo, met de kop en de kont hebben ze eraf gezaagd. En dat is de andere kant. Ja. Een soort staande knol. Oh, die tegen een bronzen plaatje. Oh, dat is een knol. Ja. En, er zit hier een bronzen plaatje tegenaan. Een soort gording zit erin. En dan wordt die opgesloten op die manier. Dat hij niet heen en weer kan, maar hij zal altijd eruit willen draaien. Dus de andere kant op. Ja, ja. Door het, die overdruk. Een knol heet dat. Zet ik hem? Allemaal ingekeept. Dit is een vuist en je maakt er 9. Ja. Daar wordt in principe de heim op de... Ja, de heim in de stamper op, de stamper mee opgedeeld. Ja. Met de vuist wordt de stamper opgedeeld. Het is geen heim met een stamper, hè? En hij ramt iets anders erin. Precies, dit is een stamper. Dit stampt op het product. Ja, er staan er al een paar. Bart? Ja, ik heb er al een paar gedaan geoefend voordat het de film komt natuurlijk. Nee. Nou, het is een slechte met een kwast erin, maar dat zegt niet, want dan is hij zo warm. Dan is hij loeisterk. Ja. Zo, die vuist zit er ook weer in. Met die vuist. De schotel. Kijken naar die hand. Wieg erin. Wieg in een schotel. Kun je het zien? Een wieg in de schotel. Kan die er niet uitvallen? Kijk, zo'n ding is dat, dat je dit gat natuurlijk een wig in dit gat slaat, dan gaat het natuurlijk heel gauw kapot in. Slaat ja. En deze, en dan moet je dat gat schuin maken, dan heb je een heel klein draagstukje. Mannenshout is natuurlijk sterker, dus en, dat is een schot erachterom. En die is ook schuin, dezelfde schuinte als de wig. Oké. En dan doet het niets meer. Mooi, hè? Ja, ah, ik word nog geboren ook hoor. Ja. En het kreunrad. Hier komt de windlas te liggen. Dat is een speelkalf wat je er ziet. En daar liggen de kammen. Van het wind op wiel. Daarin. Klein raam. Kan niet spelen.
tijd los. Wat ga je doen, Bart? Ja, ik heb die wielen nu even provisorisch afgehangen. Ja? En nou vrijgehakt, want dan moest er even nog uitrollen. Het gaat echt allemaal... Ja, het gaat allemaal net. Het is... Ik ben blij dat ik echt een uitslag van getekend heb. Want anders had je geheid voor problemen. Maar het is allemaal precies en precies pas. Ja. Maar voordat ik naar die wielen helemaal definitief afhang, wil ik even kijken of... Of hij draait. Nou, we zullen kijken. Het lijkt erop, hè? Is hij prachtig? Ja, klopt. Kijk, je kan goed zien dat hij dus op drie kammen tegelijk draagt, hè? Op drie kammen tegelijk? Ja. Kun je de ingrijping zien? En, ja, ik weet niet of je dat te veel ziet natuurlijk, maar de bedoeling natuurlijk van zo'n tandwiel is dat hij niet op één tand stuurt, maar dat hij op drie tanden tegelijk draagt. Dan verdeel je natuurlijk eigenlijk de kracht veel beter. Dus een, heeft elke staaf en elke kammer een derde van de belasting ten opzichte van de totaalbelasting. Nou, het klopt. Dus, nou, wees blij. Spulkalf. Ja, nou, ga ik de wielen afhangen, hè? Ja? En dat mocht je niet filmen, hè? Want dat is de nieuwe huispatentenmethode, hè? Ja? Niet filmen, nee! Dit was je goed geheim. Nee! Van de smid. Nee! Dat mag je niet weten. Ah, ze slingeren nu allemaal. Ja, natuurlijk logisch. Je moet afgehangen worden nog alles. Goed en goed opgewicht. Hij hangt aan een touwtje. Mooi. Het afhangsysteem mag niet op opdracht-DVD's verschijnen. Ik was niet aan filmen dat hij het winterwiel afhangt. Oh, 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 de man. Het loopt als een tierlier. Dan ligt hij mooi omhoog voordat hij valt. Oh, lekker. Is. Je zal zien liggen. Het eerste wat hij ging. Je hoort niks, hè, Bart? Nee, maar wordt ook niet belast. Nee, nee. Hij draait ook echt amper, hè? Mooi, hè?
die nou wel rustig, hè? Ja, heerlijk. Af en toe even geen herrie aan jou. Die nou is natuurlijk rustiger zo. Wordt het wat? Ja, deze. Ik denk dat dit een nieuwe manier gaat worden. Dus eerst breken en hekelen. Ja. Want ik merk dat je sowieso minder afval. Ja. En ik voel hier vezels tussen zitten die zijn mooi zacht. Zijn mooi zacht, ja.